Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Den Ouden Compleet Wonen, Joosten Glas en Schilderwerken, Kalman Media Producties, Marimba Bloemsierkunst, Expert Bokstel en Stage Event Equipment. Vanavond in Dommeland Live praten we met Lions Club Dommel en A over de vrienden van Bokstel Live. Ik heb Peter Douw bij mij op de bank en met hem praten we over zijn eerste modecollectie. En we hebben een stel nieuwe vlogsters uit Liemt. Zij gaan vloggen voor de Margriet. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat er precies allemaal uit gaat zien. Het is vandaag dinsdag 14 november. Welkom bij Dommeland Live. Ja, ik zei het al, met Lions Club Dommel en A praten wij vanavond over de vrienden van Bokstel Live. Want op 18 november gaan ze dit mooie evenement weer neerzetten. Bij mij op de bank Peter van As en René Cabot. Bord, zeg ik goed hè? Cabot. Welkom heren, leuk dat jullie er zijn. Dankjewel. Laten we eens eerst beginnen bij de Lions Club. Wat is bij de Lions Club jullie functie? Peter, René, wie van jullie? Laat René beginnen. Dit jaar ben ik president van de Lions Club. Okay. Voorzitter. En ik ben opvolger van Peter. Peter heeft het afgelopen jaar gedaan. Okay. En als zodanig vertegenwoordigen wij hier het bestuur voor ons event. Ja, heel en, goed. Leuk. Ja, dat wordt heel spannend. Voor de derde keer. Ja. En ik verwacht eigenlijk een behoorlijke opkomst mede naar aanleiding van de voorgaande jaren. Ja. En we hebben een fantastisch programma waarmee we geld voor de goede doelen proberen te genereren. Ja. Want dat is eigenlijk het doel van de Lions Club. Okay. Geld genereren voor de minder bedeelden om het terug te geven aan de maatschappij. Heel erg mooi. Ja. Mooi. Ja. Peter, jij was vorig jaar president, maar klopt. Dit jaar? Dit jaar ben ik bestuurslid en ik zorg ervoor dat de artiesten, de mensen die de muziek komen maken bij ons, dat die allemaal geallockeerd worden, dat we daar de afspraken mee hebben. Dus zeg maar de impresario van het evenement, laat ik het zo maar noemen. Oh, dat klinkt gelijk een heel stuk fancier, zeg maar. Nou, heten jullie Lions Club Dommel en A. Waar komt Dommel en A vandaan? Van de rivier. Van de rivier? De Dommel. Ja. En de andere rivier is de A. Die stroomt langs Sint-Michielsgestel. Veghel, Sint-Michielsgestel. En dat is een beetje de begrenzing van ons gebied. Eigenlijk zijn we Bokstel, gemeente Bokstel. Ja. Dus Bokstel, Liemde, Lennisheuvel. Uh-huh. Maar we zijn een spin-off van een andere Lions Club. En de oorsprong was dat wij Dommel en A zouden zijn. Maar in Sint-Michielsgestel is er inmiddels ook alweer één. Ja, dus wij houden ons op bij Bokstel. Gemeente Bokstel. Gemeente Bokstel. Ja, dus okay. We hebben ook veel mensen uit Liemt. Yeah. We hebben ook mensen uit Lennisheuvel. Yeah. En ook uit Bokstel. Ja, en je zegt al zo van, jullie zijn een organisatie die geld ook inzamelen om goede doelen om iets terug te geven aan de bevolking. Sinds wanneer bestaan jullie als Lions Club? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat wij 30 zo'n ruim 30 jaar. 30 jaar. Ja, wow, en we hebben leden erbij zitten die niet meer vanaf het uiterste begin, die allereerste begin, maar die ruim 25 jaar bij ons lid zijn. Oké, wauw. En hoe is dat ontstaan destijds dan? Een afsplitsing van de club uit Oorschot Best. Ja. Oké. Okay. Want dan gaat het nog veel verder terug, zeg maar, qua tijd waarin dit bestond. Ja, de Lions Clubs bestaan 100 jaar. Oké. Okay. Over wereldwijd. Het is een Amerikaanse organisatie van oorsprong. En die is zo'n ruim. Dit is het centennial jaar, dus dit is het 100-jarig bestaan van de Lions in de wereld. En in Nederland bestaat het sinds, als ik het goed heb, jaren 40. Ja, hè? Zoiets, denk ik. Jaren 40. Dus ruim 60 jaar, zeg maar. Ja, mooi. En jullie gaan op 18 november de Vrienden van Bokstel Live organiseren. Je zegt net al, dat wordt voor de derde keer georganiseerd. Derde keer, ja. Hoe zijn jullie destijds tot het idee gekomen om de Vrienden van Bokstel Live te gaan opzetten? Dat was een... mag ik? Ja. Dat was een brainstorm. Ja. Want wij hadden oorspronkelijk een mosselavond. Okay. Waarbij we fundraising deden. Yeah. Alleen, we wilden iets dynamischer. Mm-hmm. En iets meer ook, jeugd erbij betrekken. En ook
misschien iets meer geld genereren om meer voor de goede doelen te doen. Het is groter, nou, dan moet je het groots opzetten met meer mensen. Er kunnen 450 mensen in. Okay. dat is best een fix aantal. Yeah. Die betalen feitelijk allemaal €19,50 voor een kaartje. Mm-hmm. Maar die krijgen ook een fantastisch programma. Okay. Ja, want we hebben prachtige acts. Hadden we het eerste jaar ook. Mm-hmm. Kan ik zo meteen nog wel een hele leuke anekdote over? Nou, graag. Dat vind ik altijd meteen leuk. Doen. Ja. Een van de grootste acts die we hebben is Dance and Friends. Okay. Dat is de familie Dentenier met vrienden die bij ons komen spelen en zingen. We hebben kleine acts, Dennis Wels, Rinka van Zundert, prachtige muziek. We hebben Van Bakkers, we hebben de Swanee Bridge Jazz Band. Superleuk. Okay. Oudere mannen die geweldig mooie, echt een beetje St. Louis blues en jazz ten gehore brengen. Yeah. En we hebben de band van vanavond die speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld. Mm-hmm. Dat doet Henry van der Voort samen met Ingeborg Melis, Kees Melis, Sander van Kesteren, misschien kennen jullie ze wel. Ja. Die zitten daar onder andere in. Ja. Maar we hebben op Mainstage hebben we dan de Back in Business. Geweldig Jos de Wilde en Wildman Blues Band. Mm-hmm. Mooie man, grijze kop, prachtige muziek. Ja. En we hebben dan Dance and Friends. En mijn vrouw is een collega van Luc Dentenier. Okay. Een van de mensen van de familie. Ja. En die kwam ik in Lidl tegen. Oké. Dus kwam je nog eens ergens? Luc, wil jij niet bij ons een kleine act komen doen? Ja. Want jij speelt gitaar, dat weet ik. En dat kun jij goed, dat heb ik wel eens gehoord. Ja. Hij heeft ook in bands gespeeld. Mm-hmm. En dat kun jij goed. En lijkt het jou niet wat om bij ons te komen spelen? Want wij willen graag Bokstelse, mm-hmm. muzikanten of mensen, gemeentebokstel, met een roots in Bokstel, mag allemaal. Mm-hmm. Maar kun jij niet bij ons komen spelen? Hij zegt, daar ga ik eens even goed over nadenken. Dus wij uit elkaar, hij belt me 2 weken later op. Hij zegt, we gaan het doen. Maar het wordt wat groter dan ik eerst dacht. Want ik heb al mijn neefjes, nichtjes, broertjes, zoons, dochters, whatever. Gewoon de hele familie opgetrommeld. Aanhang heb ik erbij gehaald. Ja. En wij gaan een hele grote act doen en we willen minimaal een uur. Zo, oké. Dus nou, dat... En uiteindelijk waren ze de klapper van de avond. Geweldig. Het is nu de slotact, hè? En ze zijn nu ook wederom de slotact. Ja. Maar ja, we hebben op primetime hebben we dan de Wildman Blues Band. Ja, op zo'n manier. Wat dat betreft denk je zo over dat programma na. Maar het is wel fantastisch dat je zo iemand tegenkomt en die dan gelijk zegt van... Ja, weet je, we gaan het, als we het doen, dan doen we het ook goed. Ja, en ze hebben ook meteen op de bazaar gestaan. Mm-hmm. Dus het is echt een mega mooie act geworden. Ja. Ja. Nou, dat belooft wat voor de mensen die avond... Het is absoluut heel mooi en heel divers. Dus, ja, leuk. Nou hadden jullie het net al... René, je had het net al even over de goede doelen hè, die jullie steunen. Wat zijn nog meer goede doelen zeg maar, die jullie steunen? Iedere president die heeft in zijn presidentsjaar een goed doel wat hij verkiest. Ja. En was voor mij best wel lastig. Ik heb er lang over nagedacht. Want er is natuurlijk in iedere omgeving wel een goed doel te bedenken. Ja. En ik ben tot 3 doelen gekomen. Het eerste doel is het doel dat Peter vorig jaar heeft aangezwengeld. Dat is de voedseltuin. Mm-hmm. De voedseltuin, daar zal ook op die avond een cheque uitgereikt gaan worden van hetgeen wat vorig jaar opgehaald is. Maar die zouden nog wel een klein beetje een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Mm-hmm. Ik heb met Theodor van Leeuwen gesproken en hij zei, we hebben weer een stukje grond erbij gekregen. Mooi. En we zouden eigenlijk een tractor moeten hebben om de boel wat te kunnen bewerken. Dus, om het een kans te geven, denk ik van, we gaan het nog een jaar doorsponsoren. Ja. Dus dat is een deel van het sponsorgeld dat daar ook dit jaar weer naartoe zal gaan. En het tweede is ook, was dan bij mij niet in de supermarkt, maar buiten bij de fysiotherapeut. kwam ik de president van de damesclub, Bellamy, kwam ik tegen. En die zei, dan heb je ook zo moeite met het kiezen van je goede doel. En toen zijn we eigenlijk op het idee gekomen, zouden we iets samen doen. Dat is natuurlijk wel heel leuk, ja, als twee serviceclubs samen iets kunnen doen. Ja. En toen zijn we op dat punt, zij hebben dat als hoofddoel verkozen. Mm-hmm. Maar op dat punt zijn we samen gekomen op buurtsport. En met betrekking tot buurtsport, gymlessen verzorgen op school. Maar ook buitenschools zorgen dat er wat te sporten valt. Kunnen kinderen voor weinig geld toch in aanraking komen met sport. Ja. En de twee dingen die we daarin hebben uitgeteeld, dat zijn van die grote ballen met lucht gevuld, waar je in kunt lopen over het water heen. Oh, geweldig. Dus van de langspieren is het
fantastisch om het daar te kunnen doen. Ja. Ja. En het tweede is ook opgeblazen vesten, waarmee je dus kunt voetballen. Maar je loopt dus als een Michelin-mannetje over het veld. Fantastisch. Dat zijn fantastische dingen. Dus dat was het tweede doel. En het derde doel, daar ben ik eigenlijk op gekomen doordat ik conventies moest bezoeken. Als president word je ook geacht om districtsvergaderingen bij te wonen. Okay. En de Lions heeft ook een internationaal fonds, een eigen fonds, het LCIF. En het LCIF kan, wanneer er in de wereld een probleem is, acuut geld nodig is, via een lokale Lionsclub meteen geld beschikking stellen uit een eigen fonds. Dus eigenlijk kunnen die nog sneller handelen dan Giro 555. Oh, geweldig. En dat sprak mij wel aan. Je bent Lionslid, je conformeert je aan de regels en de attitude van de Lions. Ik zeg, daar moet ook een stukje naartoe. Ja. Maar het leeuwendeel zal in en rondom Bokstel blijven. Ja. En ja, hoe meer we ophalen, hoe meer er te verdelen valt. Ja, dus, zo werkt het natuurlijk wel. Dus dat is ook een mooie oproep. Ik hoop dat het zeker zo vorig jaar zal evenaren, maar misschien zal overstijgen. Ja. Het zou erg mooi zijn inderdaad. Ja. Mooi. En jullie gaan dadelijk de vrienden van Bokstel Live neerzetten. Daar ga je hem bijna. En ik heb de hele dag gedacht van, ik moet hem niet doen, hè? Ja. Afgeleid, moet ik niet doen. Maar het is, jullie zijn 3 jaar geleden begonnen. Ik neem aan, zoiets groeit. Wordt het steeds professioneler, wordt het steeds groter? En zo ja, hoe op welke manier merk je dat gebeurt? Je draaiboek wordt steeds beter, hè? Okay. Je draaiboek heeft weinig foutjes meer en zaken die we verkozen hadden van dat is een leuk item wat dan uiteindelijk niet blijkt te lopen, dat haal je eruit. En ik denk dat we nu eigenlijk wel een heel gepolijst verhaal hebben. En hoeveel mensen werken daar dan uiteindelijk aan mee? Iedereen. Van de Lions. Alle Lions. Iedereen van de Lions. Ja. Alle Lionsleden werken daar aan mee. Okay. Hebben allemaal een rol. Ja. Yeah. En iedereen werkt eraan mee. Van glazen ophalen tot muziek regelen, tot muntverkoop, tot, je kunt het gek niet benoemen. Ja. Van tevoren zit er een enorm logistiek proces aan vast. Ja, dat geloof ik. Hapjes, drankjes, alles. Ja. Maar het aankleden van de zaal, de muziek, de installaties die neergezet moeten worden. Ja. Dat gaan we allemaal vrijdagavond in één keer, poef, en zaterdag overdag neerzetten. Ik wou net zeggen, want je zou denken dat daar weken aan het opbouwen bent. Nee, want zoiets. We moeten die echt tijd is er niet. Die tijd is er niet. Nee, het moet in. Nee, want het podium Bokstel, want daar is de activiteit. Ja. Die heeft vrijdagavond aanstaan. We hebben die ook een andere optreden, een cabaretoptreden. Ja. En wij moeten daarna, als de wiedeweer gaan zorgen. Dus zaterdagochtend ook vroeg, moeten we echt als de wiedeweer gaan de zaal gaan aankleden. Ja. Dus we hebben echt een tijdlijn. Dat is geloof ik. Ja, en een hele strakke tijdlijn om te zorgen dat het 18e helemaal kant en klaar staat. Ja. Ja. Geweldig. En jij zei net al even van, we verwachten 450 mensen. Die kunnen binnen. Dat hopen jullie natuurlijk. Dat hopen we. Er zijn nog een paar kaarten beschikbaar. Er zijn nog een paar, oké. Zelfs aan de zaal. En die kun je aan de zaal nog kopen. Oké. Dat is goed in ieder geval ook voor de mensen thuis om te weten. Dus dat er nog zeker nog ruimte is. Als je het is, gemist hebt, kun je er niet over meepraten. Dat is ook wel een beetje waar natuurlijk. Dat vind ik wel een goeie. Ja. Dat vind ik wel een goeie. Mooi. Zijn de vrienden van Bokstel Live zijn dadelijk voorbij. En wat wordt het volgende grote project van de Lions Club? We hebben 2 doelen ieder jaar. We hebben een do-good project en een project zoals de vrienden waarmee we geld genereren. Bij het do-good project geven we geld terug. Okay. En afgelopen jaar hebben we in de spiegeltent stapelen een circus voorstelling gegeven voor de kinderen die daar normaal niet aan toekomen of niet in staat zijn om dat te bezoeken. Ja. Dat is eigenlijk ook door Lions gedragen met inzet van een ieder. Maar dat wordt met een enkele sponsor, niet zozeer op sponsoring en het genereren van geld ingezet, maar meer teruggeven. Okay. Dus dat wordt het doel van het voorjaar. Mooi. En ja, naar mijn verwachting, als het goed blijft lopen, zal volgend jaar gewoon de vrienden van Bokstel Live nummer 4 er staan. Ja, en dat daarna, wie weet, nog heel veel jaren. Ja. Erg mooi. Heren, mag ik jullie heel erg bedanken voor de mensen thuis. Er zijn dus nog kaarten, dus dat is altijd mooi. Inderdaad, als je er niet bent geweest, kun je er niet over meepraten. En zo te horen hebben jullie weer iets moois neergezet. Om nog even wat inspiratie op te doen voor de mensen thuis, is er nog een promo. Dus die gooien we er nog even in. En ik wil jullie in ieder geval heel hartelijk bedanken voor jullie komst. Ja, en veel plezier de 18e. Dankjewel. Dankjewel.
Ja, een prachtige promo in ieder geval voor de mensen die gaan. Nou, vooral heel erg veel plezier. Wij gaan door naar het volgende onderwerp. Want wie denkt dat Peter Douw achter de geraniums gaat zitten met zijn 79 jaar, die heeft het mis. Want hij zit bij mij op de bank en wij gaan praten over zijn eerste modecollectie. Dus Peter, hartelijk welkom. Ja. Leuk dat je er bent. Nou ja, ik zei het al even, je bent 79 jaar oud. De meeste mensen zouden denken van, nou, die beste man die moet achter de geraniums gaan zitten. Ja, is het niet tijd om het wat rustiger aan te gaan doen? Ja, maar ik bedoel, ik doe het toch wel wat rustiger aan. Okay. Het is niet, natuurlijk niet zo als dat ik er als een gek in duik. Hè? Nee. Maar ja, de hele dag niks doen is niks voor mij. Nee. En het was dus gewoon een punt van, dat mijn dochter zei, die, nog eens, die koopt nog eens vintage modellen. Ja. Op internet. Hè. Okay. En die zei, god pap, dat kan jij ook wel maken. Ja, dat is ook zo. Dus uiteindelijk heeft ze me zo'n gek gekregen dat ik het ben gaan doen. Okay. Niet dat ik het erg vond hoor, ik vond het wel leuk. Ja. En nou heb ik dus een kleine collectie. Ja. Heb ik vast op internet staan. Ja. Maar dat wordt toch in de toekomst nog veel groter. Dat ga je zeker uitbreiden. Ja, want okay. Ja, dat is niet genoeg. Dat is wat? Dat is niet genoeg. Dat is niet genoeg? Nee, nee, nee. Nou, maar dan is eigenlijk mijn... om te beginnen is eigenlijk... Want ik wil daar graag op terugkomen. Dat je zegt zo van, dat is niet genoeg. Maar kom jij uit de modebranche? Dat, ja. dat je dochter ook zegt van, pap, dit kun je ook maken? Ja, ja. Ik heb er altijd in gezeten. Oké. Okay. Dus nee, ja, dit is gewoon... Ik ben gewoon als maatklerenmaker begonnen. Ja. Yeah. Herenklerenmakers. Oké. Okay. Ben later overgeswitst naar de dames, omdat het veel interessanter is. Het is... Meer kleur, meer mode, meer lijnen. Ja. En ja, daar ben ik altijd in blijven hangen. Ja, op zo'n manier. Ja. Ja. Nee, en je zegt, de collectie moet groeien. Maar waarom moet die groeien dan? Nou, omdat die een klein beetje compleet moet worden. Hè. Want ik heb nou nog een paar japonnen ertussen. Ik denk, neem ze maar mee. Een paar japonnen ertussen zitten. Lange avondjaponnen, die zijn uit de vroegere collectie vandaan. Ja, want we hebben voor de mensen thuis een aantal mooie jurken hangen. Zo, ze komen nu ook inderdaad in beeld. Ja. En die gekleurde japonnetjes, dat zijn meer doordraagjurkjes. Hè? Yeah. Dat is een rekbaar materiaal. Yeah. Maar deze zwarte die heb ik dus vandaag afgewerkt. Ja, prachtig. Dat is een cocktailjurkje. Ja, leuk. En daar komt meer van bij, hè, bij dat. Okay. Maar, en er komen ook mantels bij. Oké, okay. Jij bent echt... Ik wil het helemaal compleet maken. Helemaal compleet maken, zodat je echt kunt spreken ja, over een complete modecollectie. Ja, de mensen zeggen, nou, kan aankleden. Hè? Ja. Ja, geweldig. Hoe ben jij überhaupt in dit vak terechtgekomen? Dat is altijd leuk. Oh, je moet... Ja. Nou ja, goed. Je zou haar zeggen, het moet in de familie zitten. Hè? Ja, dat maar zou zomaar kunnen. Nee, maar dat is dus natuurlijk... ik ben nog een jongen van de oude garde natuurlijk. Mm-hmm. En vroeger deed je dus wat je ouders wilden. Hè? Ja, zo was het meestal. Mijn vader was naaimachine monteur uit te zijn. En die werkte bij een confectiefabriek en die zei, jongen, ga jij dan maar in het kledingvak leren, dan kan je goed verdienen. Ja. Daar werd ook goed in verdiend toen de tijd. En ik ben erin terecht gekomen en ik heb al heel erg veel van tekenen en schilderen gehouden. Mm-hmm. Dat doe ik nog. Mm-hmm. Dus het was een mooie combinatie was dat. En het sloeg aan, dus... Ja. Ja. Dat is toch goed? Ja, dat is zeker goed. Zeker goed. Nou, wat dat betreft heb je een paar prachtige, wat hier alleen al hangt, een paar prachtige stukken gemaakt. Voor wie zijn deze jurken nu uiteindelijk bedoeld? Voor wie is deze modecollectie die jij nu aan het maken bent bedoeld? Die doordraagjurkjes, dat is eigenlijk een serie jurkjes. Dat is zo vanaf de, zeg maar, 30-jarigen en ouder, dat kan. Ja. Daar is het voor gemaakt eigenlijk. Ja. Nou ja, in de avondjurken, die zegt het al op hetzelfde. Hè? Als je dus een feestelijke gelegenheid hebt en je wilt er iets van maken, dan hangen ze dan. Dan heb jij een aantal mooie stukken. En die twee, dat zijn dus zijde. Ja. En dat is dus een polyester. Oké. Maar, en dat zwarte jurkje, dat vertel ik net, dat is eigenlijk ook voor feestelijkheden. Ja. Ja, dat zwarte jurkje vind ik dus echt prachtig. Ja. Ik draag heel graag zwart. Dus ik zag dat zwarte jurkje binnenkomen en denk, oh, dat vind ik prachtig. Ja, en daar kan je enorm mee combineren, hè, met dit soort dingen. Hè. Ja. Daar kan je dus, je kan met zwarte biesjes, witte biesjes werken. En, je kan er van alles van maken. Je kunt er van alles mee maken, inderdaad. Ja. Met welke stof werk jij nou zelf het liefst? Ja, ik ben het gekst op zijde. Want? Omdat ik heb de laatste jaren voor mijn pensioen, zal ik maar zeggen, toen ik dus volgens de staat mijn pensioen ging. Ja, precies. Toen, dat zeg je heel mooi, volgens de staat mijn pensioen ging. Toen
heb ik lang bij een bruidskledingfabrikant gewerkt in Eindhoven. Ja. En toen had ik ook al een eigen bedrijf, mm-hmm. toen. Ja. En maakte ik ook veel voor particulieren en werkte ik nogal eens met ontwerpers samen. Ja. En dan heb ik allemaal, dan werk ik het liefste met zijde. Oké. Ja. Maar niet omdat het handelbaarder is of omdat ja, het... Ja, het is mooier. Het is wel echt Er zit een diepere gloed in. Als, vooral in de avonduren, als je dan iemand ziet dansen in zijde, dan zie je die kleurschakeringen. Dat is prachtig. Ja, dat is zeker prachtig. Dat ben ik met je eens. Hoe lang ben je nou bezig met, in eerste instantie met één jurk, maar... Misschien dadelijk aan het einde, als je je collectie af hebt, zeg maar, hoe lang ben je daar dan mee bezig geweest? Nou, kijk, je bent nu, omdat het is het begin, de start. Ja. Dus die gekleurde jurkjes, dat, daar ben ik dan toch om. Het moet toch even de richting hoe ik moet gaan werken. Mm-hmm. Ik ben er toch weer een tijdje uit geweest. Ja. Dan ben je wel een hele dag aan zo'n jurkje bezig, natuurlijk. Ja. En, maar dat moet zo meteen, als er dus kleine serietjes worden gesneden. Hè, ja. Dan moet ik het toch wel 3-4 op een dag klaar krijgen van die japonnetjes. Oké. Jeetje. Maar dat, je hebt het dan over de kleine, die kleine jurkjes, zeg maar met die mooie japonnen die je hebt hangen. Ja, daar ben je dan een paar dagen mee bezig. Oké. Buiten het knippen natuurlijk, het snijden. Ja. En je moet natuurlijk ook nog patronen maken. Ja. Want dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja. Dus daar begin je mee. Ja. Nou, en dan ga je knippen. Ja. En dan heb je een paar dagen nodig om die japon af te maken. En als je dus een japon, bij wijze van spreken, naar maat maakt, bijvoorbeeld voor een bruid, dan ben je een paar weken bezig. Ja, maar als je het ook voor een bruid maakt, maak je het ook echt helemaal... Dan moet het vergoten zitten. Precies. Ja. Waar haal jij je inspiratie vandaan voor deze collectie? Nou, ik ben altijd vroeger, er komen ook wel dingen in mijn hoofd op dat ik denk, hé, dat is misschien wel een leuk idee. En je kijkt natuurlijk om je heen, want het is niet allemaal van jezelf, hè. Alles is al uitgevonden. Ja, dat denk ik. Ja. En de mode komt natuurlijk terug. En het komt altijd zoveel terug. Jaar. Ja, absoluut. Ja. En ik heb altijd, vroeger ben ik dus altijd geabonneerd geworden op hele goede modeboeken. Ja. Uit Italië en uit Spanje vandaan. Ja. En daar haalde ik ook veel dingen uit natuurlijk. Oké. En die zijn blijven liggen, waarvan je nu nog denkt... Ja, van, die heb ik nog steeds, Daar kan je nog steeds dingen uithalen. Ja. Bladeren ze nog eens een keer door. Precies. Als ik mag vragen, hè, als we het nou hebben over prijstechnische, over het prijskaartje. In welke prijsklasse moeten we bij jouw collectie... die gekleurde japonnetjes. Ja. Daar zitten twee prijzen in, ik weet niet precies. Die voorste, dat is geloof ik iets in de 45 euro. Oké. En die met de knoopjes en zo erin, die zijn over de 50. Oké. Ja. Dus daar zit meer werk in. Dat begrijp ik. Maar dat is nog steeds best wel heel erg. Dat zijn redelijke prijzen, waar iedereen... En het zijn mooi afgewerkte jurkjes. Ja, zeker. Jij zei net al heel even, hè, als het om bruidsjaponnen gaat, dan doe je dat. Maar als nou mensen iets anders op bestelling zouden willen, doe je dat? Ja. Maakt eigenlijk niet uit op het moment dat ik met een vraag bij jou kom van... Peter, kun jij dit voor mij maken? Nou ja, als je bijvoorbeeld een zwart jurkje zit en je zegt, god, dat vind ik wel een leuk jurkje. Ja. En dan kan ik ook dus nog wat modelletjes voor je schetsen. Ja. En als je er iets uitkiest, dan maak ik hem hartstikke mooi op maat dan. Hè? Dan ben je wel iets duurder uit natuurlijk. Nou goed, van de andere kant, als je bijvoorbeeld denkt aan een gala, voor dadelijk weer de middelbare school, hè, als die daar hun diploma-uitreiking hebben, dan is dit natuurlijk wel iets heel moois. Als mij iets heel speciaals willen hebben, dan moeten ze eigenlijk wel bij jou zijn. Ja, dat zou niet zo gek zijn. Dat zou niet maar ik heb ze vroeger, heb ik ze altijd al bediend, van avondkleding. En toen werkte ik nog in de Stationsstraat, op de hoek van de Verlevenstraat. Ja. Daar zitten nou geloof ik, psychiater zitten erin. En daar had ik een flink atelier en daar had ik ook een verhuurbeweging bij. Ja. En daar maakte ik ook japonnen dus voor het verhuur. Ja. En de dames die kwamen allemaal, kwamen ze langs, japon aanpassen, werden ze aangekleed, handschoenen erbij, boa erbij, alles erbij. Mooi. Want nu doe jij dit gewoon thuis? Ik doe het gewoon thuis, ja. Dus nu wel, ja, dat kan nog thuis. Ja.
Maar ik moet geen grote vorm aangenemen, want dan moet ik weg. Moet je toch nog een locatie gaan zoeken. Dat is niet de bedoeling eigenlijk. Hè? Nou, als je het nou hebt over een modecollectie, hè, dan nou, vanavond mogen wij ze hier bewonderen. Maar zijn ze ergens anders te zien? Of worden ze Nee, want ze worden gewoon op internet worden ze verkocht. Oké. Okay. Jurkjes. Oké. Okay. Ja. Ja, dus maar nogmaals, je zegt zelf, hè, als er iemand komt bij mij aankomt bellen en zegt, god, ik wil een jurkje. Ja, dan kunnen ze natuurlijk... Ja, maar het is niet zo dat er een mooie modeshow wordt georganiseerd. Nee. Nou, ik wil wel eens een keer voor jullie een modeshow. Als ik wat meer heb. Dan kunnen we het over hebben. Dan gaan we naar de uitzending kunnen we het daarover hebben. Dan heb ik ook nog een paar dames die het aan kunnen trekken eventueel. Geweldig, ja. Geweldig. Ja. Mooi. Wat zou jij nou nog voor de toekomst nou nog heel graag willen maken of heel graag willen doen? Ja, ik bedoel, als ik met stoffen bezig ben, dan ik maak ook tassen. Oké. Okay. En alles wat in mijn kop opkomt, dat maak ik eigenlijk. Geweldig. Petten en barretten en van alles en nog wat. Ja, je hebt gewoon de handigheid om al die mooie dingen te maken. Ja. Dus het een is op het andere, dat maakt niks uit. Nee, ja. Nee. Ik vind het erg mooi en ik ben erg blij om te. Ik vind het erg leuk om te zien wat je vanavond ook hebt meegenomen. En erg mooi om te horen hoe jij gewoon op jouw leeftijd nog denkt van ik ga echt niet achter die geranium zitten. Ik ga echt nog lekker aan de gang. Ja, en dat komt ook natuurlijk omdat ik maak het natuurlijk voor mijn kleinkinderen, voor mijn dochter. Ja. Schoondochter, mijn vrouw, allemaal kleding. Maar ja, op een gegeven moment ben je uitgewerkt. Ja, dat geloof ik. Je kan wel aan de gang blijven. Maar ja, dus, nou, en toen mijn dochter dus met dat idee kwam, dacht ik, waarom eigenlijk ook niet? Ja. En ik heb ook gezegd, ik zei, zolang het gaat, prima. En als het niet meer gaat, dan hou ik hem niet op. Nee, precies. Maar alleen, hoe lang was je eruit voordat ik weer begonnen ben. Ja, ik heb toen in 2001 heb ik een hersenbloeding gehad. Oh. En daarom heb ik mijn bedrijf ook moeten wegdoen. Ja. Dus, en dat heb ik een reeks van jaren daarna gehad. Dus eigenlijk toch niet kunnen opbrengen om iets te gaan doen. Maar langzaam heeft zich dat weer hersteld. Ja. Ja, en dan krijg ik er toch wel weer zin in. Hè? Ja, begint het toch weer te kriebelen. Waar het bloed niet aan kan. Want, mooi. Ik wil jou heel hartelijk bedanken voor alle mooie stukken die je vanavond hebt meegenomen. Ik wens jou vooral heel veel plezier met het uitbreiden van je collectie. En wij nog wel eventjes napraten over die modeshow. Ja, dat is goed. Helemaal goed. Wij gaan zo door naar het volgende onderwerp. Het wordt ineens heel... Dat horen jullie thuis niet, maar ik ga toch zeggen. Het wordt keidruk in de studio. Wij gooien de vloggers erin. Dus start er maar in, jongens. Goedendag, ik ben Lisette. En ik ben Ingrid. En wij gaan hele leuke vriendinnen doen. Ja, en wij beginnen met ons geboortedorp Liemt. Wij hebben een heel leuk dorp, dat willen we graag een stukje aan jullie laten zien. Maar het is nog veel leuker als jullie zelf komen. Dus heel graag, tot ziens in Liemt. Ja, de eerste vlog hebben we dus nu al voorbij zien komen. Want ik geloof dat dit het introducee-filmpje, vlog dingetje was. Ik ga het daar gewoon vragen, want ik weet het niet precies. Want bij mij op de bank zitten de twee nieuwe vlogsters van Liemt. En ik ga even kijken, want dat ik het goed zeg. Bij mij op de bank Lisette van Dijk. Klopt. Helemaal goed. En Ingrid Schaken. Ja. Leuk dat jullie er zijn, dames. Ja, leuk om er te zijn. Ja, ik vind het nu al gezellig. Het gaat er voor gelijk goed komen. Want jullie zijn als hartsvriendinnen begonnen met vloggen voor de Margriet. Dan moeten jullie toch even vertellen hoe je daar dan toch ineens... Ja, hoe kom je erbij? Ja. Er werd op een gegeven moment een oproepje gedaan door Margriet om een vriendinnenvideo op te nemen. En toen komt Ingrid. Ja, ik zeg, dat is er niks voor ons, Lisette. Nou, Lisette is ook wel voor leuke dingen in. Dus die had zoiets, dat gaan we doen. Oké. Okay. Nou, dus wij in een hoofddorp. En hele dag daar geweest. En ze hadden anderhalf uur uitgetrokken om het filmpje te maken. Maar het was in 20 minuten al klaar. Oh, serieus? En heel de crew lag in de neuk. En, leuk, en daar moeten we iets mee gaan doen. Willen jullie voor ons gaan vloggen? Ja, en toen dacht ik nog, grapje. Tuurlijk. Ja, oké. Okay. Dus wij zijn gewoon weer naar huis gegaan. En kei leuke dag gehad. Ja. En, nou, toen kwam het filmpje binnen en dan kwam een week naar de rand van, we vonden het leuk het filmpje. Ja. Heb je er nog nagedacht over het vloggen? Nee. Nee? Hebben jullie er over nagedacht? Ja. En dat hadden ze dus blijkbaar. Ja. Oh, dus. En zodoende is ze gegaan. Ja. Nou, toen zijn we in een bos. Hebben we lunch gehad en
Nou ja, wij hadden zoiets van, ja, wij is eigenlijk vloggen. We wisten niet eens wat vloggen was. Oh, geniaal. Nee, we hebben niet. Ja, we hebben een telefoon, maar ja, ja, verder kunnen we daar nog iets meer mee. Ja, ja, blijkbaar. Ja. Ja. Ja, nou, toen vertelde, nou, wij zagen natuurlijk Enzo Knol en die zaten allemaal in familie en weet ik het allemaal te vloggen. We hadden zoiets, ja, hallo, dat gaan we niet doen. Maar dat hoefde gelukkig ook niet. Ja. En ja, dan mogen we gewoon allemaal keileuke dingen doen voor de... Mag niet. Voor de... We mogen geen reclame maken, hè? Nee, we mogen geen reclame maken. Maar ja, dat wordt anders lastig praten, kan hè? Ja. Dus dat is toch wel een dingetje, zeg. Ja. En, dus, maar even net, hè? Want het filmpje wat we net zagen, ja, dat was... Wat was wat ja, dat was het introductiefilmpje van kennis maken. Ja. Wij moesten gewoon oefenen. We hadden nog nooit gefilmd, gevlogd, geen... Met zo'n selfie-sticks te zwaaien. Wij wisten helemaal niet hoe dat ging. Okay. Dus toen zijn wij in Liemt rond gaan doen. En toen, ja, maar dat was wel jammer. We hadden een keileuk filmpje. Echt allemaal met koeien en alles erop. Ja, gewoon echt heerlijk. Maakt er niet uit. Nee, dat was echt een keileuk filmpje. Maar wij sturen al onze filmpjes naar de Margriet. En hun maken daar de vlog van. Ja, zij knippen, plakken. En heel fijn niet te doen. Maar ja, dan kwamen ze daar met zo'n filmpje van 20 seconden alleen met ons. Ja. Nou, wij vonden eigenlijk... Helemaal geen leuk filmpje. Een beetje jammer. Ja. Maar goed, ja. Ja, wij dachten dat het anders was. Ja, we hadden echt zo ons best gedaan. En de eerste keer hadden wij, kijk hoe het film, dachten wij, komen we thuis, hadden we helemaal geen geluid. Echt? Dus wij weer terug. Heel mooi. Maar dat was dus helemaal niet nodig, want ja, dan hebben ze dit filmpje eigenlijk gepakt. Ja, ja, op zo'n manier. Maar goed, aldoende leert men en ja, ondertussen hebben we wel veel andere leuk filmpjes. Precies. Krijg ook heel leuke tips van hun, van de editors die dat doen bij Margriet. En let hierop, doe dit, doe zus. En langzaam maar zeker gaat daar wel een beetje wat te worden. Maar je zegt net al van, wij doen zelf filmen, maar we doen niet de vlog zeg maar in elkaar knutselen. Wij sturen alles op en hun kiezen uit wat ze erin willen. Ja. Zijn wij niks, dat weten wij niet. Nou, dan zijn jullie gewoon rijk en beroemd mee aan het worden. Dus dat gaat helemaal goed komen. Nou, dat moet nog meer gebeuren dan. Het begin is gemaakt. Ja, het begin is gemaakt. Gewoon hele leuke, we mogen leuke dingen doen. En ze hebben ons gevraagd van God, willen jullie Nederlandse steden gaan bezoeken en daar een soort van videoverslag van maken. Alle dingen die jullie leuk vinden, mogen je zelf bepalen. Hè? Dus jullie kijken zelf waar je naartoe wil gaan en waar je wil eten en wat je wil zien of wat je wil doen. Ja. Bepalen we allemaal zelf. Okay. En dus wij gaan naar Nederlandse steden en dan gaan we daar dus een videoverslag van maken en sturen wij erop en dan maken zij er dus een vlog van. Dus wij hebben gewoon een keileuke dag. Ja, en okay, we gaan er uit. Nee, ja, fantastisch. Ja. Maar goed, dan ga je elke keer naar een nieuwe stad. Jullie mogen zelf bepalen waar je naartoe gaat. Ga je dan ook bijvoorbeeld heel erg zitten kijken, zo, oh, dat is een heel leuk evenement in Maastricht. Het is dus we moeten vandaag echt naar Maastricht. Nee, het is echt iets waar heel het jaar online is. Ja. Dus het is niet de bedoeling dat we inderdaad evenementen... Ja, dan mogen we als de eerste mogen als dat naartoe, er is, ja, precies. Maar niet dat wij daarvoor reclame maken. Nee, wel voor de Margriet Winterfair die er nou dit weekend aankomt. Oké. Okay. Ja, want daar zijn we echt druk mee doende. Daar hebben we ook echt interviewtjes mogen doen en een boek mogen lezen. Ja. We gaan er ook 2 dagen vloggen. En, dus opbouw, dat is wel echt, maar dat is voor hun zelf. We beginnen dan met de opbouw donderdag. Dan gaan we daar naartoe. En dan is de bedoeling dat we om 3:30 gaan we live op Facebook met Margriet. Dus daar zit er allemaal bij. Ja, ja, dat is allemaal keileuk. We krijgen gipskaarten en allemaal keileuke dingen. We krijgen maar een kaart een keer. En maandag mogen we dan met 3 vriendinnen nog meer gaan we naar de Margriet. En we of je gipkaart voor gegeven. We gaan lekker met 5 gaan we maandag lekker over de Margriet Winterfair. En dan ondertussen, terwijl je daar bent, ben je aan het vloggen. Vloggen, ja. En vrijdag dan worden we ook gefilmd. Dan vloggen we zelf, maar dan worden we ook 2 uur lang gefilmd. Want dan komen we, moet niet gekker worden, in een promofilmpje voor volgend jaar weer van de Winterfair. Oké. Okay. Ja. Je zegt ook, dan gaat het niet gaan horen. Open. Ja, dat is gewoon keileuk. Geniaal, geniaal. Oké. Okay. Ja. Voor jullie gaat er volgens mij een hele wereld open. Ja. Ja. Dat wel. Heel als je jezelf nou terugziet, zeg maar, hoe is dat? Ja, dat is keiverschut. Ja, dat is gewoon een neuk. Ja, en wij doen gelukkig alle bloepers, die sturen wij niet op natuurlijk. Hè. Die houden wij mooi voor. Oh, jullie zijn wel zo handig dat je die eruit kunt. Ja, die sturen wij dus eigenlijk weten jullie gewoon heel goed hoe het werkt. En doen jullie gewoon... wij doen net op de stiekem. De eerste keer, het eerste filmpje, of de eerste dag, zijn we in een boswezen filmen. En toen hebben wij echt alles opgestuurd. We hadden wel 150 filmpjes. Ja. Dus we hadden iets weer, alsjeblieft, zoek het maar uit. Hè, maak er maar iets moois van. En toen hadden we iets, alle mooie dingen die een bos heeft... Hebben jullie gewoon hebben ze niet laten zien. En gelopen en... Je hebt ze niet laten zien. Nee. Dus we moeten selectiever gaan zijn met wat we opsturen. Ja. Nou joh.
Ja, ja. 150 filmpjes, ja. De eerste. Ja, nou sturen we nog 80 op. Maar, ja, dat niet. Maar die duren mee. Natuurlijk allemaal maar gewoon 10, 20, 30 sommige seconden. Sommige wel, sommige iets langer. Ja. Ligt er een beetje aan. Okay. Ja, en wij mogen overal zo een beetje binnen. Dus dan hebben we zoiets, oh, dat is leuke reclame voor hun. Maar ja, ja. Dan wordt er dan niet ingezet. Ja, en, ja, daar kunnen wij ook niks eigenlijk aan doen. Maar, nee, maar dat mag dan misschien weer helemaal niet. Jawel, dat mag ja. Wel. Dat mag wel. Ja, want het is ook voor Margriet bedoeld als om... er is margrietvriendinnen.nl, dat is een vriendinnenplatform. Yeah. En daar kunnen vriendinnen zich aanmelden om nieuwe contacten op te doen. Hè. Yeah. Als je bijvoorbeeld gewoon nieuwe vriendinnen wilt leren kennen, dan kan dat daar. Yeah. En als je dan ook als vriendin ergens naartoe wil gaan en je denkt van, oh, hè, in welke stad heb ik zin in of welke lijkt me leuk, yeah, yeah. Kan je daar ook kijken, kun je die filmpjes dus op margrietvriendinnen.nl. Kan je die filmpjes ook zien op YouTube. Ja. En dan zien jullie filmpjes terug waar jullie zijn geweest. En dan kunnen mensen inspiratie opdoen waar ze naartoe zouden kunnen. Ja, dus, oké. Okay. Ik vind het zo grappig. Ja, wij ook. Het is gewoon een cadeautje. Nou ja, dat geloof ik wel. Maar even heel brutaal dan. Hè? Moeten jullie dat allemaal zelf betalen als je dan in die stad gaat? Helemaal niks. Dat wordt allemaal geregeld. Ja. Het is vrijwilligerswerk. Ja. Hè? Want dan krijg je een uurloon. Maar dan krijg je gewoon al wat we willen... Ja. Nou ja, moeten we gaan een gekke ding doen. Want we krijgen ook heel veel van steden ooit zelf. Hè? Ja. We zijn naar Leiden geweest en dan kregen we al een boottocht. En, ja, daar hebben we contact gezocht met de VVV. Ja. Ja. En toen hadden we zoiets van, nou, ze kunnen wel eens kijken wat we voor jullie kunnen doen. En toen hebben we inderdaad ook gewoon toegangskaarten, of een museumkaart. En op een gegeven moment kregen we een perskaart. Ja, dat was ook kijk. Ja, in Den Bosch. Nee, echt waar. In Den Bosch. Niemand mag met een selfie stick bij een museum binnen. Hè? Behalve jullie. Behalve wij. Ja, dat is helemaal gaaf. Ja. Dat is echt niet te geloven. Ja. Oké. Okay. En nu zeiden je net al, van, wij krijgen ook wel tips van hoe het een beetje werkt. Maar hoe moet ik dat voor me zien dan? Hoe werkt dat dan? De eerste keer dat wij filmden, waarom... Half zo in beeld. Of echt heel trillen, hè? Want dan, die zelfstick die trilt en dan fietsen wij. En, dus ja, dan krijgen we allemaal tip van, zet dat ding dan neer en fiets er langs. Of weten wij veel, wij hebben nooit... Jullie krijgen echt gewoon een hele cursus vloggen, hebben jullie eigenlijk gewoon gehad. Gewoon via de mail van probeer dit eens. En we worden zelf natuurlijk, krijgen we steeds meer, dat we denken, hey, als we dit nou eens proberen. Ja, precies. Ja. Ja. Ik had er wel een beetje meer in verdiepen. Hè? Maar we... En jullie hebben niet de jeugd om je heen om gevraagd. Zo van, ja jongens, hoe doen jullie nou eigenlijk? Nee. Nee. Jullie gaan daar gewoon echt lekker zelf uit. De jeugd om ons heen, die had zoiets van, niet bij ons, hè? Ja, als die maar niet in beeld. Dat is niet cool, hè? Nee. Maar stiekem vindt het wel allemaal leuk. Ja. Ja, weet je, alleen al jullie enthousiasme is al aanstekelijk, dus wat dat betreft. Maar, en een eigen YouTube-kanaal of een eigen iets in die trant, dat al een beetje? Nee, dat hebben we helemaal niet. Nee. Want Roel die belde ons op en die zei, jullie site. Nou, wij lagen helemaal in een neukende site. En wij hebben het fijn. Je hebt helemaal geen site. Nee, daar zit niemand op te wachten, denk ik. Maar we doen het eigenlijk ook echt meer... Ja. Voor ons eigen gewoon, natuurlijk. Het moet voor de Margriet, maar voor ons eigen is het eigenlijk gewoon keileuk. Ja. Daar begon dat filmpje ook mee. Ik zeg, dat filmpje doen we wel voor jullie, maar eigenlijk is het gewoon voor ons een leuke dag. Ja. En dat dit uit zou vloeien, dat hadden we nooit... Nee, dat wisten we echt helemaal niet. Nee, dat was ook helemaal niet... En dan heb ik nou hier in één keer ook weer zitten. En vorige week zaten we in Blaricum. Oh ja. Met Gordon op de koffie, toen moesten we Charlie Luske interviewen. Allemaal voor de Margriet Winterfeld. Ja, daar hebben wij een foto van. Daar hebben we bewijs van dat het zo is. Hebben we bewijs kijk, kunnen we hem erin gooien, jongens? Ja, het filmpje. Kijk, Charlie Luske. Oh, dat vind ik ze knap, vent, jong. Dat moet ik even zeggen. Leuk, sorry. Leuk, jong. Maar die hebben jullie uiteindelijk dus geïnterviewd? Ja, die hebben we geïnterviewd. En ook gevlogd. Dat waren weer professionele cameramensen die daar gewoon Die kwamen ons eigenlijk van de Margriet. En dat komt binnenkort. Ik denk deze week zal die online komen. Want hij komt ook op de Winterfair. En dat is eigenlijk weer een promotie. Voor hem. Dus ik denk dat het deze week wel online komt. Maar dat weten wij ook nooit. Het is elke keer weer een verrassing van, och, we zijn er weer. Ja. Och, er redden hun weer. Maar in welke mate gaan jullie op pad? Want je zegt, we bezoeken die Nederlandse steden. Is het elke week? Is het elke twee weken? Is het elke maand? Is het, We zijn augustus begonnen. En hebben er nou vier gehad. Ja, vier steden. En dan de boek van Esther Verhoef hebben we moeten... Vloggen. Of mogen... kregen we dan toegestuurd. Dan willen jullie lezen en een filmpje maken. Ja. Yeah. En Charlie hebben we dan gehad. Nou komt die Winterfair eraan. Ja. En de Margriet heeft gezegd dat ze verder willen met ons. Dus
Wij weten ook niet waar dat komt. Maar, nee, want het is, dan is het gewoon inderdaad afwachten totdat er gewoon een mooie opdracht komt. En ze zeggen van, nou, dames, weer op pad. Ja, ja. En wij vinden het nog wel lichtelijk leuk. Dus, wij komen zelf ook wel met ideeën. Ja. Want we nou donderdag bij de opbouw van de Margriet Windfair zijn. Ja. Dat komt eigenlijk van ons. Hè. Daar hebben we dan weer connecties die... bedrijf wat daar alle licht- en geluidtechniek neerzet. Oh, daar ken ik weer iemand van. En die zei, oh, is leuk als je de opbouw komt filmen. Dus daar heb ik weer bij Margriet neergegooid. En toen komt Margriet weer met een ander idee. En zo ben ik filter klaar aan. Zo leuk. Ja. Ook wel. Ik vind het echt fantastisch. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Ik had net een dingetje waarvan ik denk van, oh, dan moet ik toch eens even moet vragen hoe dat in elkaar zit. Maar ik ben het alweer vergeten. Oh, maar dat maakt helemaal niet uit. Volgens mij hebben we het vaker gehoord. Ja, bij de interview. Maar, goh, ik werd net al door jullie gewaarschuwd voordat we hier aan begonnen. Nou snap ik waarom. Nee. Nee, kei flauw. Maar het vloggen is op dat schermpje, hè, met dat kleine. Nu zit je hier in de studio. Ja. Zo. Maar is dat, ja zo, op dat, maar nu is die hier in de studio. Wat is het qua zenuwen, hebben jullie het een beetje nergens glas van, hè? Nee. Het is allemaal hetzelfde principe, toch? Of niet? Ja, het komt eigenlijk op hetzelfde neer. Ja, ik moet alleen niet denken dat er mensen zitten kijken, maar... Tuurlijk zitten mensen te kijken. Nee, maar jij hebt ook een zitten kijken. Nee, maar ik moet niet aan denken. Wij zitten gewoon met jou te bieden. Je zit gewoon met mijn kind. Ja, we hebben alleen geen dingetjes, maar we hadden de koekjes en thee moeten hebben. En dan Umberto en zo. Ja, dat wisten ze nog een beetje, hè? Dat wisten ze nog een beetje. Dit is de aanloop. Genotuleerd. Ja. Oh. Dames, ik vond het echt geweldig leuk met jullie. Wat ik nog even van onze redactie moest zeggen, is dat wij altijd op zoek zijn naar vrijwilligers voor de camera. Ook. Dus mochten jullie je geroepen voelen in het wellicht in de toekomst, dan nodigen wij jullie van harte uit om gewoon lekker even te komen filmen of zo. Ja, ja. En ondertussen hoor ik net gezegd dat wij daar helemaal geen verstand van hebben. Nee, precies. En ondertussen hoor ik ook nog een heleboel gerommel hier in de studio. Dus de chaos is dadelijk compleet. Oh nee, nog meer. Oh nee, nog niet. Jullie willen echt niet weten wat er hier binnen gebeurt nu. Het is echt bizar. Het is heel bijzonder. Ja, is dat de bedoeling van mij door ons, hè? Nee, natuurlijk niet. Oh, nee, natuurlijk niet. Nee, helemaal niet. Kom, kijk! Voor Sinterklaas, hè, dat alles klaar is op stapelen. Oh, mensen! Dag! En ik weet niet uitgestuurd. Of jullie het leuk vinden, maar we hebben een filmpje meegebracht. En dan kun je even kijken. Oh, natuurlijk vinden wij dat leuk. Om even leuk. Rust in de chaos terug te krijgen, gooi het filmpje er even in. Dat heeft hij niet gehoord. Nog een keer. Zullen we ze dan het huis laten zien? Ja, en dan komen ze daarna naar u toe. Ja, dat is goed. Oh. Nou, zullen we dat eens zingen samen? Geen uitzietse toelaten zijn, want toen moest hij gaan lopen met zijn fiets in zijn hand. En dan doen we de dikke duim omhoog en dan roepen we heel hard. Speculoze speculaas. Nog een. Speculoze speculaas. Speculoze speculaas. Oh man. Ja, daar is even bij komen. Hallo Piet. Dag mevrouw Claudia. Dag meneer Hoofdpiet zelfs. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Met alle, jullie denken wij komen even binnen bezuren. Hopelijk. Ja, wij zijn vooruitgestuurd door Sinterklaas om het kasteel klaar te maken. Ja, ik kan me daar wel voorstellen, want dat zal een grote klus zijn. Maar je bent niet alleen, hè? Want we zagen het net al even. Nee, er is nog een andere Piet bij. Poets is er ook bij, want het kasteel moet spik en span zijn. Poets, hè? Piet. Hoi. Leuk dat je er bent. Hi, Poets, Piet. Ga lekker even zitten. Oh, dat vind ik, daar kan ik dan wel weer wat liggen. Ik heb eigenlijk helemaal geen tijd om hier te zijn. Heb ik geen tijd? Vind het hier zo'n rotzooi dan? Nou, veel te druk. Ik moet die raampjes nog poetsen.
raampjes? In het kasteel en zo. En oh, in het kasteel. Ik wou zeggen, hier in die studio zitten geen raampjes. Jawel. Even rustig, Piet. Je mag even uitrusten. Ja, ik eigen daar. Ik moet. Dan laat ik jou lekker even poetsen. En dan, hoofdpieter, ga ik met jou gewoon even. Want jij geeft al aan, wij zijn vooruitgestuurd. Want dat kasteel van Sinterklaas moet in orde worden gemaakt. Ja, er wordt heel druk gewerkt door mensen natuurlijk in het kasteel. En ja, dat moet allemaal klaar zijn. En wij zijn nu aan het kijken of alles in gereedheid is. Hè. Jammer genoeg zien we dan wel op de televisie dat Sinterklaas het wel zwaar heeft op de boot op dit moment. Ik heb het gehoord, ja. Dus wat dat betreft zijn we wel blij dat wij met het vliegtuig mochten komen. Want ja, wij hebben er niks van geleden. Wij zijn niet ziek. Nee. Dus dat is de reden waarom de rest allemaal nog beneden zit natuurlijk. Ik vind het wel druk allemaal, hoor. Vind het druk? Ja, ik heb het prijskaartje niet eens van mijn ding af kunnen halen. Zo druk heb ik het. Zo, ik zie het inderdaad. Goeiedag. Het is veel te druk. Maar met hoeveel zijn jullie gekomen? Met hoeveel pieten zijn er al in Nederland? Met z'n tweeën. Jullie zijn maar met z'n tweeën om het hele kasteel in orde te maken. Ja, we hebben heel veel vrijwilligers. Hè. Heel veel mensen in Bokstel die mij helpen om dat klaar te maken. Hè. En jullie logeren ook allemaal op stapelen? Ja, wij logeren allemaal op stapelen. Op de pietenslaapkamer, ja. In het stapelbed. Op de pietenslaapkamer? Ja, super. En wordt er een beetje goed voor jullie gezorgd in Nederland? Heel goed. Ja? Heel goed. We krijgen worstenbroodjes ook. Zo lekker. Ja, worstenbroodjes. Er wordt gewoon goed voor ons gezorgd. We hebben een burgemeester die erachter staat en die echt ons wil helpen. En kijk, als het goed is, is hij ook tijd. Hoe heet dat altijd krijgen dan? Met die erwten en zo. Die soep met die erwten. Ja, echte soep. Oh ja, echte soep. Ja. Soep. Nee, maar dat heet anders. Dat noemen ze hier zo niet. Snert. Oh, ja. Dat vind ik ook zo lekker. Ja? Ja. Ja, dat kunnen we nu... Nou, maar met speculaas kan dat niet. Nee. Dat is niet goed, hè? Nee, met speculaas is dat een beetje... Want dan word je ook ziek, hè? Dat bedoel ik ook niet. Dan word je net zo groen als de soep, hè? Dat is niet goed, hè? Dat moeten we niet willen, volgens mij. Dat moeten we niet willen. Hey, maar Pieter, brengen jullie dan, omdat jullie nu al in Nederland zijn, ook al cadeautjes in de schoen? Nee, de schoencadeautjes die komen pas als Sinterklaas er is. Want die liggen op de boot. Ja. We hebben geen cadeautjes bij, hè? Oh, jullie hebben verder niks bij? Wij hebben poetspullen. Poetspullen. Ik ben ook blij dat die cadeautjes nog niet zijn, want... Je kunt ze ook niet kwijt. Dan wordt de pijn op. Ja? Poetsen, die cadeautjes iedere keer opschuiven. Dat gaat niet worden. Ik ben wel blij. Jullie zijn vooruitgestuurd. Maar eigenlijk zondag. Oh jee. Je gaat ons niet aanlopen steken. Nee. Aankomende zondag komt Sinterklaas aan, als het goed is, hè? Ja. Hoe ziet zondag de dag eruit voor jullie en voor Sinterklaas? Voor ons, ja, vroeg opstaan natuurlijk. Ja, absoluut. Kijk, want we zijn meer poetsen. Ook al zijn we moe, want we komen in Dokkum aan op zaterdag. Ja. Dan moeten we s'nachts over de Dommel naar Bokstel. Ja. En dan is alles weer in gereedheid brengen voor de intocht. Dus we zijn om 1:30 bij de Zwaanse Brug. Ja. En daar is als goed is dan meneer Buijs staat daarop te wachten. Ja. En dan gaan we van daaruit naar het gemeentehuis, naar de markt. Ja. En voor het gemeentehuis, daar hebben we een podium. En daar kunnen we dan alle kinderen ontvangen. Oké. Okay. Tijdens de receptie. Dus dat is een beetje de dag van... Van zondag. Van zondag. Ja, maar dan... Met veel muziek natuurlijk. Hè. Heel goed. Dat is altijd leuk. Als Sinterklaas nou dadelijk eenmaal geïnstalleerd is in Stapelen, kunnen de kinderen hem dan ook gaan bezoeken? Ja, graag zeg. Ja? Sinterklaas houdt van kinderen. Nou, gelukkig maar. Wij als Pieter ook natuurlijk. Ja. Dus op de doordeweekse dagen dan mogen de scholen komen. Okay. Dus de groepen 1, 2 en 3 die zijn uitgenodigd. Ja. Er zijn allemaal afspraken voor gemaakt. Ja. En dan ontvangen wij 4 groepen per dag. Ja. En dan op zaterdag tussen 10:30 en 7:30 ja. Mag iedereen binnenlopen. Okay. Ze hebben ook muziek, we hebben spelletjes. Ze kunnen een stempelkaart en ze kunnen met de pieten dingen doen. Oei. En dan op zondag is dat hetzelfde, alleen stoppen we dan iets eerder, want dan willen we toch weer gaan slapen. Ja, kan ik me iets meer voorstellen. Dan is de tweede week eigenlijk weer hetzelfde voor de scholen overdag. Ja. Dus die komen overdag, dus overdag is het geen vrij bezoek, dat kunnen we dan niet. Nee. En dan is het zaterdag en zondag nog voor iedereen. Voor iedereen. Okay. En moeten kinderen, als ze op Sinterklaas willen bezoeken, moeten ze zich aanmelden ergens? Nee. Als ze in het weekend willen komen, dan kunnen ze zich gewoon vanaf 10:00 melden bij de poort. En dan loopt het eigenlijk vanzelf. Ja, oké. Okay. Ondertussen blijft Poetspiet heel druk bezig om ook onze studio in orde te maken. Je moet wel een beetje energie straks nog hebben om het kasteel in orde te maken, hè? Maar Poets die gaat met de flow, hè? Dus die blijft gewoon aan de gang. Een beetje in beweging blijven ook, hè? Ja, moet ook een beetje in beweging blijven. Ja, een beetje wel. Hey, maar Poets, ik heb gehoord ook dat jullie een Sinterklaaslied hebt. Ja, maar zal ik jou eerlijk vertellen? Ik heb nog geen
tijd gehad om te oefenen. Nee, niet? Ik had nog zo verschrikkelijk gehoopt dat we dat hier konden leren. Echt, heel sorry. Ja, maar wij zijn niet van de muziek, hè? Niet alleen, maar ik heb gewoon veel te druk. Ik heb nog niet gehoefd. Heb je nog niet gehoefd? Nee. Oké. Maar het bestaat wel. Het bestaat ja, echt. Het bestaat hartstikke leuk. Ik heb het al gehoord. Ja, dat hebben wij wel gedaan. Hè. Wij hebben als voorbode ook een boekje op de scholen bezorgd. Zodat de kinderen op school dat liedje al kunnen oefenen. Zodat we zondag, als Sinterklaas op het grote podium staat, al die kinderen dat Boksels een Sinterklaaslied kunnen zingen. Dus dan iedereen die moet gewoon. Dus we hebben de teksten wel gezien. We hebben de boekjes gezien. Want we hadden een beetje overgewicht. Oké. Maar. Levensgevaarlijk dit. Moet je niet doen, Piet. Nee, laat maar liggen. We hebben net een brand gehad in Bokstel, heb ik vernomen. Dus dat moeten we niet hebben, niet meekrijgen? Piet. En ging ook bij dit ding dan? Nee, dat mag hij open ervan niet. Dat was gisteren ook nog spannend. Ja, dat was, Gisteren, oké. Veel druk met poetsen. Niet meekrijgen. Maar in ieder geval, op de basisscholen is er een boekje bezorgd, zodat kinderen dadelijk op zondag allemaal het Sinterklaaslied kunnen zingen. Geweldig leuk. Is er, als we, want de kinderen kunnen Sinterklaas bezoeken op het kasteel, maar is er verder nog, want je had het net al over, van ze krijgen ook bij binnenkomst krijgen ze een stempelkaart, maar is er verder nog het een en ander te doen? Los van het feit natuurlijk dat ze op onze slaapkamer kunnen kijken en de kamer van Sinterklaas, de slaapkamer van Sinterklaas kunnen zien. Ja. Ze mogen ook een keer met mijn mat kloppen slaan als ze willen. Oh, dat mag ook. Dat is ook wel leuk. Er is in het weekend hebben we een pietenorkest wat gaat optreden. Yeah. Ze kunnen het dak leren beklimmen. Ze kunnen cadeautjes in de schoorsteen doen. Oh, ze kunnen pepernoten en speculaas bakken. Oké, lekker. We hebben een keuken ingericht om te laten zien hoe dat wij in Spanje nou die speculaas maken. Ja. Ik moet eigenlijk nieuwe schoenen, kijk. Ik moet een kniehoek op. Want ja, dan moet je even aan Sinterklaas vragen. En zet nog op je lijstje. Ja, en dan komt dat volgende week wel goed, denk ik. Sinterklaas komt. Sinterklaas is een zondag al. Dus als en vanaf zondag mag je schoen zetten. Ja, zetten jullie ook je schoen? Natuurlijk. Tuurlijk. Ja? Wij hopen stiekem op een cadeautje. En als je het goed gedaan hebt. Ik vraag gewoon nieuwe schoenen. Nieuwe schoenen ga ik gewoon. Die passen niet in de schoenen. Nieuwe schoenen in de schoen, dat was een uitdaging. Dat gaat niet, hè? Maar van de andere kant heeft Sinterklaas dan misschien ook wel weer een heel goed idee voor hoe dat hij dat wel voor elkaar kan krijgen. Nou, ik ga het wel vragen. Oh, Sinterklaas, zo kan ik niet. Sinterklaas kan heel veel natuurlijk, hè? Ja. Hij kan heel veel. Hij moet alle scholen nog gaan bezoeken. Na de rand moet het allemaal gepland worden. Dus de Boksense scholen moet hij allemaal nog doen. Oké, dus want de kinderen kunnen hem komen opzoeken op straat. Maar hij gaat ook naar de scholen toe. Natuurlijk komt Sinterklaas ook op de scholen. Geweldig. Natuurlijk. Geweldig. En bij het zwemmen en bij de scouting en bij de voetbal. Eigenlijk heeft hij maar een druk programma. Ik wou net zeggen, eigenlijk is hij gewoon 2-3 weken volle bakken echt aan het werk hier in Nederland. Ja, maar de rest van het jaar heeft hij vakantie. Dan heeft hij wel vakantie. Dan kan hij het wel een beetje rustig aan doen. Dus ik denk dat u dat, mevrouw Claudia, ook wel zou willen. Er zijn wel momenten dat ik dat wel zou willen, ja. Dat moet ik je heel eerlijk toegeven. Ja, maar ja, goed. Dat is dan weer een ander verhaal. Zullen we het maar, wel niet over hebben. Nou, kunnen jullie een update geven hoe het staat met de cadeaus? Zijn die inmiddels allemaal al ingepakt of liggen die nog steeds in zee? Nou ja, die in zee lagen, die waren ingepakt. Ja, maar die liggen nog wel. Ik denk dat we zondag gewoon eens heel goed naar de Dommel moeten kijken wat daar nog voorbij komt drijven en zaterdag. Want ja, dat sluit ik natuurlijk niet uit. Nee. Maar er is voldoende nieuw pakpapier om ze dan toch weer in te pakken. Om weer alles in te pakken, ja, gelukkig maar. Je moet wel positief blijven bekijken, vind ik. Dat bedoel ik. Precies, er gaat geen kindje overgeslagen worden dit jaar. Als het aan ons ligt, niet. Niet. Maar soms heb je van die grijpgrake papa's en mama's, hè, die dan denken, oh, dat is ook wel leuk. Ja, dat is wel een beetje waar, hè. Dus daar moet je ook mee opletten. Maar dan hebben jullie toch wel een middel van, hè? Met de roe kun je dan toch... Ik kan heel slaan met de hebben de geen, heel roe. We hebben geen roe meer. Nee, dat doen we niet meer. En we nemen ook geen kinderen mee in de zak. Oh, gelukkig maar. 25 kilo mag niet, maar meer dan 25 kilo mag niet van de Arbo-dienst. Dus dat gaat ook wel. Dus dat gaat ook niet worden, hè? Nee. Okay. Nee, dat doen we niet meer. Nee. We zijn gewoon vriendelijk en we zijn vriendelijk voor de kinderen. Dan gaan wij ervan uit dat de kinderen ook vriendelijk zijn voor ons. Daar gaan we inderdaad vanuit. Helemaal mooi. Nou wordt Sinterklaas natuurlijk met veel enthousiasme binnengehaald. Maar wordt hij ook weer uitgezwaaid? Nee, Sinterklaas vertrekt eigenlijk altijd met stille trom. Ja, dat kan ik me ook nog herinneren. Die is gewoon, dat is gewoon moeilijk.
Ja, dat geloof ik. Doen. Ja. Maar dan is net zo plots als dat we eigenlijk komen. Dan is hij ook wel heel moe wordt. Ja, dat klopt. Ja. Maar het is wel zoiets van, het is wel moeilijk natuurlijk om dat ook nog te organiseren. Want dan moeten de kinderen weer naar school. Het is een doordeweekse dag. Dat krijg je allemaal niet voor elkaar, hè? Nee, dat klopt. Maar ik denk vooral dat Sinterklaas erg moe is. En de kinderen zijn toch allemaal met hun cadeautjes bezig. Dus ze hebben ook geen tijd om ons uit te komen zwaaien. Dus we gaan gewoon. Ja, dat denk ik ook. Dan hebben jullie gewoon een mooie tijd hier in Nederland achter de rug. Drukke tijd, maar wel mooi. En dan weer terug naar het warme Spanje. Want laten we wel wezen, jullie zijn maar in een kou kikkerlandje terechtgekomen. Het was heel fris vanmorgen. Ja, dat geloof ik. En dan kun je de poetsdoek eindelijk weer een keer in de was. Die gebruik je ook al 2 weken achter elkaar. Stil kun je ook poetsen, toch? Of wassen, Piet. Oh, dus ik dacht dat dit wonderdoekjes waren. Ja. Kan je toch alles maar niet mee? Maar 2 weken. Ik zou hem inderdaad een keer tussendoor in de wasmachine gooien. Dat is misschien toch wel een goede actie. Nou, dan gaan we dat maar doen dan. Okay. Ja. Ja. Wat willen jullie graag nog tegen al die lieve kinderen zeggen die met smart op Sinterklaas zitten te wachten? Nou, dat we ze heel graag willen uitnodigen om naar de intocht te komen bij de Zwaanse Brug. Ja. En dat ze om 12:30 allemaal klaarstaan om ons aan te zien komen. Heel leuk. En goed oefenen in het boekje. En goed oefenen voor het liedje. Dat we met z'n allen uit volle borst het lied kunnen zingen op de markt. Ja. En wij duimen voor goed weer. Nou ja, dat zou fantastisch zijn inderdaad. En ik zou het ook fijn vinden als ze op het kasteel komen ook. Ja, natuurlijk. En eerst kunnen zien hoe goed ik gepoetst heb. En hoe mooi Sinterklaas logeert. Ja, nou, dat vind ik zeker belangrijk. Ja, zeker belangrijk. Toch? Ja, en dan in de weekenden van 10 tot op zaterdag 19:30. En op zondag van 10 tot 5. Kijk, nou, genoeg tijd en ruimte om jullie te komen bezoeken. En met jullie ook nog een heleboel leuke spellen te spelen. En te oefenen voor van alles en nog wat. Nou, fantastisch. Ik ga jullie heel veel plezier wensen de komende tijd. Dankjewel. En een mooi Sinterklaasfeest. Kom goed, en, we gaan. Gaan jullie er nu al vandoor of blijven jullie zitten? Ja, ik heb te veel de druk door. Ja, ik heb veel te druk. Ik zit vast, dus ik kan niet... Nou, poets Piet, zet mot. Tot ziens, hè? Tot ziens. En poetsen. Dag Poets. Succes. Doeg. Ja, jij zit inderdaad vast, dus jij blijft even zitten. Maar ik ga hem ondertussen wel langzaam afronden, want hoe gezellig het ook was, aan alle gezelligheid, komt ook weer een eind helaas. En ik wil al mijn bezoekers vandaag, hoe zeg je dat, gasten vandaag, heel erg bedanken voor weer een mooie uitzending. Nou, en al die kindjes die net al gehoord hebben van dat Sinterklaas bezoeken zeker heel erg leuk gaat zijn, die ga ik heel veel plezier wensen. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. En wil je nou meer informatie? Dan hebben wij ook nog een website, omroepdommeland.nl. En dan de volgende keer is Geert er weer. Ik zou zeggen, fijne avond en tot de volgende keer. Bye!